Jongen, dat van de Dutch Gaming. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij bekijken. Je had één taak en je verneukt het. Drie verzorgd. Laat een like achter natuurlijk. Let's go boys. Ja, bijna 250 subs. Daarom zeg ik namens heel BG Thanks. We gaan goed. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vinden. Zo ja, willen jullie meer van deze filmpjes van mij? Laat een like achter, zo ja. En alsnog, laat ook even een comment achter wat ik bijvoorbeeld nog meer voor dit soort video's moet doen. Deze video is gemaakt door Daily Doze. Dus ja, bedankt. Maar ik ga nu al even je video stelen. Copyright weer niet. Maar ja, hij heeft dus ook leuke dingen. En ik wil ook nog 7 seconds riddle doen. Dus dat heb je 7 seconden om raadseltjes op te lossen. Maar we gaan nu bekijken met dit. Ja, dit spreekt wel voor zich. Adidas logo met natuurlijk aan de zeggen een Nike logo. Dat lijkt me niet de bedoeling. Just right, everybody. En deze vind ik best wel grappig. Ja, dit is niet de first dat ik hem heb gezien. Want ik moet hem nu al voor de derde keer opnieuw doen. Just right, happy birthday. Het is eigenlijk hetzelfde als 2 plus 2. Dat je dan op het bord schrijft op school. Dat je dan 4 erachter zet en dan alsnog vraagt. Hoeveel is 2 plus 2? Dit is. Het lijkt een beetje op een smiley als je me zo hoort. Van een beetje kantel. Maar het lijkt me ook niet de bedoeling dat er 2 keukenrolletjes in zitten. Ik draag Nike's. Dragen jullie Adidas? Moet natuurlijk een A zijn. Lijkt me vrij logisch. Ik zoom dit in dat jullie misschien het kunnen zien, maar ik kan deze niet zien, dus. Ja, maar. Ja, wat zou ik hierover zeggen? Ja, die heb ik ook altijd aan, dat scheelt je weer. Superman. Ja, do not pick up the puppies. Hier ga ik eigenlijk wel stuk om, want ja, het zijn natuurlijk geen puppies, hè? Echt, nog. Watermeloen. Deze watermeloen eet ik ook altijd. Lijkt een beetje op mais, maar ben je gek, joh, is gewoon watermeloen. En cucumber. Ik denk dat ze daar komkommer mee bedoelen. Maar dat is natuurlijk ook geen komkommer. En hier ga ik. Hier word ik zo boos om. Want het is eerste, maar niet derste. Het is derde met TH, dus het klopt niet helemaal. Spider. Ja, dat spider klopt er niet. En dan N-M-A. Terwijl het letterlijk M-A-N hoeft te zijn. Niet zo heel lastig. En ja, dit is een lastig thee drinken. Meer. Zeg ik er niet over? Bub, stop. Ik drink altijd bier in de pub. In de bub. En ik ga altijd met de bub. Big Apple meet Big Anus. Ja. T-shirt. Ja, nee. Draag ik ook altijd als t-shirt. Klopt helemaal. Kids drinken dan vodka. Dit is wel grappig. Oké, maar. Dit is ook gewoon serieus hard. Ik heb met mijn pleintje 3 van die bomen zijn in de bakken. Maar. Pff, dit is zo dom. Echt zelfs. Zoals ik zou dan niet verneuken en dat zegt best wel wat. Let's go. Share coke wit. Nu mag ik helemaal niet om lachen, maar. Oh, dit is best wel erg. Share coke wit ISIS. Ja, IS kennen jullie vast wel en dat is de afkorting van ISIS. Share coke wit ISIS. Ik lach er alleen omdat het zo gefaald is gemaakt, maar ik lach er niet om, want het is natuurlijk echt, het zijn echt, ja, rare toestanden daar. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. B-mup? Bump of zo, wat moet dat betekenen? Oh ja, die ogen staan ook altijd, ja, mijn ogen staan ook altijd ietsje schuin uit mijn kassen, dat klopt wel. Wat? Die print hebben ze er verkeerd opgeplakt. Er hoort Modelo te staan. Maar, dat is wel lachen.
Maar dat je dat dan ook nog kost. Costa, ja. Ik eet ook altijd bij Costa. Want daar hebben ze verdraaid lekkere maaltijden. Die vond ik wel heel grappig. Spiderman met het Batman logo. Nee, Spiderman. Zo erg. Oh my fucking god, dit kan niet, maar dit kan gewoon serieus niet. Gewoon niet. Oh ja, nee. Maar die verdraait lekker grappig. Doen, buig hem niet of zo. Ja, doen wat bent. Maar, oké. Er was een school en die had een brievenbus. En er stond op, schoolfoto's niet buigen. Ik pak dat ding eruit, hetgene wat ik doe, buig hem, stop hem terug. Dit is precies hetzelfde. Dit is zo fucking genius, echt. Van, och. Maar nu vraag ik me ook gewoon af om dat expres wordt gedaan, want er staat al duidelijk Coca-Cola. Oh man. Maar dit is ook gewoon echt een domme kutdesignfout. Banana. Oh man, fuck. Banana met een pineapple logo. Oh nee, maar dan kan je ook altijd zien hoe groen het wanneer het groen is. Echt mensen, dit is zo fucked up. Ease. In plaats van ice. Ice. McDonald's ice met popcorn erin. Wat? Ice cream, maar waarom staat er een pasta logo en staat er ice cream? Let you yellow cab. Oh. Cab is volgens mij taxi. Maar dat zijn geen yellow cabs, mijn jong. Flying dick. Ja, die is wel hoog. Ja, echt top. Och, ja. Dat logo. Dat is wel lachen. The dress you need. The rest of the week helemaal niks. Wat is dat overal yellow op? Terwijl er toch twee, drie overduidelijk niet. Oh my, maar hoe? 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 Och. Ja. Er zit maïs in terwijl de erwten op de buitenkant staat. Wat de fuck, maar dan zit je ook zo'n. Literally guy. Oh, een unicorn met een unicorn ding. Hoorn in zijn handen. Fanta, ja, lekker omgedraaid. Maar dit ligt serieus aan het maken van de fles en niet zozeer dat je hem omdraait of zo. Dat je het zelf hebt gedaan. Left, right, andersom. Och. Mensen zijn zo dom, hè? Kijk die rechter fucking met je ogen. Oh, bro. Literally. Kijk die ogen. Wat are those? Oké, we gaan nu even de laatste vuil bekijken. Dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Die grappen van mij zijn zo'n onpotje. Vond het een leuk video, bedoel, met een blauw duimpje omhoog. Willen jullie meer van die video's, van dit soort video's? Laat dan even een like achter en dan gaan we het gewoon waken doen. Ik edit nu wel met hetzelfde programma, PowerDirector, alleen ik heb het watermerk weer gehaald. Duimpje, dat is heel chill, dus daar hebben jullie minder last van. Laat een like achter. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan, op naar de 250. En zie jullie later. Mazzel!